Bij de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is geen compensatie voorzien voor de Vlaamse kandidaatverkozenen in Brussel. Die maken daardoor zo goed als geen kans meer om vanuit de hoofdstad in de Kamer verkozen te worden. Precies dat punt is een van de belangrijkste kritieken van het Vlaams Belang op het huidige akkoord. Bart Laremans, het is een historische dag, zo schrijven alle kranten. Maar voor uw partij, het Vlaams Belang, is die historische dag onmiddellijk negatief beoordeeld. Wel ja, het is historisch in slechtheid. Het is een vreselijk slecht akkoord, omdat het nefast is voor de Vlamingen, in het bijzonder in de 6 faciliteitengemeenten, want die worden in de praktijk een onderdeel van Brussel, van groot Brussel, dat hier gerealiseerd wordt via een grote Brusselse kieskring van 25 gemeenten, de 19 Brusselse en de 6 faciliteitengemeenten. En de facto maken zij nu deel uit van die grote Brusselse kieskring. En ook op vlak van tweetaligheid is het zo dat zij in de praktijk tweetalige gemeenten worden. Louis Michel heeft vanmorgen, of liever Charles Piquet, de Brusselse minister-president, heeft op de Franstalige radio vanmorgen eigenlijk getriomfeerd en gezegd: in de praktijk worden het nu tweetalige gemeenten en wij moeten vaststellen dat hij gelijk heeft. Ja, als we kijken naar de realiteit, dat waren uiteindelijk al tweetalige gemeenten. Nee. Onder meer door die omzetbrief Peters werd aan anderstaligen duidelijk gezegd van: als je hier komt wonen, moet jij iedere keer opnieuw je documenten in het Frans aanvragen. En het alternatief is natuurlijk Nederlands leren. En dit wordt ongedaan gemaakt. Die omzetbrief Peters wordt geneutraliseerd. Om de 6 jaar mogen ze nog eens een taalkeuze maken. En vanaf dan zitten ze in een databank als zijnde Franstalig, net zoals dat in Brussel gebeurt. En dit zal natuurlijk de verfransing van die gemeenten verder bevorderen. En in de praktijk worden dat nu Brusselse gemeenten op vlak van taal. Ja, maar die omzendbrief Peters, die blijft wel bestaan. Ja, maar dat is pure theorie, omdat nu om de 6 jaar men nog eens moet zeggen welke taal men kiest. Men zal die mensen een brief sturen, kies je Nederlands of Frans? En als men niet antwoordt, zal men nog eens aandringen en eventueel zelfs bij de Franstalige steken als ze een vreemde naam hebben. En klaar is Kees. En al die Franstaligen zullen voor eens en voor altijd geboekstaafd staan als Franstaligen en niet meer als inwoners van Vlaanderen die geacht worden Nederlands te leren. Daarvoor bediende destijds de faciliteiten om de integratieproces te vergemakkelijken, te faciliteren. Daarvoor waren die in het leven geroepen. Dat is gelukt in Wallonië. Die faciliteiten hebben daar geleid tot de volledige verfransing van die gemeenten. En in Vlaanderen hebben ze omgekeerd geleid tot de ont-Nederlandsing. Ja, maar daarentegen de vraag van de Franstaligen om cultureel te mogen ingrijpen in die gemeenten, met bibliotheken, met culturele centra, die is niet ingewilligd. Het zou nogal aan mankeren. Dat was een extremistische eis van het FDF die nooit zou kunnen ingewilligd worden, want dat zou heel de basisfilosofie van dit land, het territorialiteitsbeginsel, onderuit gehaald hebben. Dan zou pas het hek van de dam geweest zijn. Dat was nooit verwacht dat zou ingewilligd worden. Maar al wat in de nota di rupo staat over de faciliteitengemeente is ingewilligd en dat is veel te verregaand voor ons. Ja, anderzijds, aan de taalgrens is niet gemoddeld. Nee, maar dus nog maar eens, in de praktijk worden die 6 gemeenten een onderdeel van Groot-Brussel. En daardoor komt Groot-Brussel aan de taalgrens te liggen. Dus de corridor van Brussel naar Wallonië via Rode is op die manier wel gerealiseerd. Ja, maar dat is toch meer perceptie dan realiteit, want in realiteit is er geen corridor. Dat hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Hè. De rechten van de Franstaligen en de claim van Brussel op die gemeente vergroot. Als dit land ooit uit elkaar valt, en de kans is groot, de Franstaligen zijn bezig met de Wallonbrugs om dat voor te bereiden, dan gaan zij zeggen, kijk, die 6 gemeenten horen bij ons en dus bij Wallonië. Zo gaan ze het natuurlijk spelen. En dus de perceptie voor de Franstaligen zal zeker zijn van: dit is nu Brussel, wij wonen hier in de grote metropool. Ja, die Wallonbrugs is er eigenlijk ook niet, maar is er een klein beetje wel, want er wordt een soort constructie gemaakt waar de 2 provincies of deelprovincies, Waals en Vlaams-Brabant, samen verenigd worden. Wel, dat is een heel belangrijke en zeer gevaarlijke nieuwigheid. De zogenaamde metropolitane gemeenschap of grootstedelijke gemeenschap die het hele oude Brabant opnieuw terug samenbrengt. Wij hebben dat destijds met heel veel redenen gesplitst en dat moest ook zo gesplitst worden. In 1994 is dat gebeurd. Iedereen was daar zeer tevreden over en nu richt men het langs een omweg weer op. Dat is zeer gevaarlijk, want men wil op die manier eigenlijk de greep van Brussel niet alleen op de 6, maar op veel ruimer, op heel Vlaams-Brabant en Waals-Brabant doen toenemen. En eigenlijk aan alle buitenlanders, wie ook die daar komt wonen, zeggen: eigenlijk woont hier in de Brusselse metropool. En dat is bijzonder gevaarlijk. Dat is eigenlijk opnieuw een angstloospolitiek, maar op lange termijn. We willen eigenlijk een steeds groter deel van Vlaams-Brabant op die manier rijp maken voor inlijving bij Brussel. En ja, dat kunnen wij absoluut ook niet slikken. Ja, kan ook zijn voordelen hebben, want
Men spreekt dikwijls over de luchthaven van Zaventem, die geen arbeidskrachten vindt. Die moeten dan uit Brussel komen, die komen dan niet. Dus als je dat in een soort gemeenschap steekt, dan kan dat misschien wel ook positief effect hebben. Wij zijn niet tegen samenwerking tussen de gewesten. We hebben dat altijd gezegd, dat moet kunnen in zaken mobiliteit, in zaken milieu, in zaken arbeid en dergelijke meer. En die samenwerking was er al, was meer en meer aan het groeien. De laatste maanden zijn er heel veel Brusselaars in Vlaanderen te werk gesteld geraakt. En dat moest nog veel beter op elkaar afgestemd. Maar daarvoor is dat orgaan niet nodig. Dat orgaan heeft een heel andere betekenis en bedoeling. Namelijk aan heel de wereld zeggen, kijk, dit is eigenlijk één grote metropool, dit is één groot stedelijk gebied en daar zijn wij het absoluut niet mee eens. Wij vinden dat heel die Vlaamse rand, die groene gordel, groen en landelijk moet blijven en duidelijk verschillend van Brussel. En men wil daar in zaken ruimtelijke ordening en zo allemaal veel meer het op elkaar afstemmen en eigenlijk ja, die verstedelijking verder doen toenemen. Deze week stond dat nog in de Standaard, in groot pleidooi daarover van iemand van Groen, nota bene Lucas van der Talen, die zei mondiaal gaan we overal naar een verstedelijking, we moeten dat hier ook hebben. Wij zijn daar manifest tegen gekant, we moeten Brussel binnen die grenzen zoveel mogelijk houden. En Brussel is niet dicht bevolkt, als daar nog mensen bij komen, ja, dan moet men zorgen dat men daar het wonen beter organiseert, maar niet Brussel verder spreiden over de hele provincie. Dat is absoluut niet aan de orde, dat moeten we tegengaan. Ja, als we kijken naar de perceptie, naar de publieke opinie, ja, die publieke opinie was zeer vermoeid van al het onderhandelen, van al het kessenbis, van de stilstand. En ik vermoed dat die publieke opinie nu zal zeggen, eindelijk, er is een akkoord, dus het zou wel een goed akkoord zijn. Wel ja, dat vrezen wij ook. Hè. Dus na bijna 500 dagen zijn veel mensen het beu en een akkoord maakt dan ook heel veel mensen blij. Maar dan zou ik toch zeggen, lees het akkoord eens en bekijk het eens goed, want het is zeer nefast voor Vlaanderen en wij gaan de Vlaamse publieke opinie daarvan ook inlichten. We hebben het ook deze week gedaan. In heel Vlaanderen zit een folder in de bus over dit akkoord, al of over de nota di rupo, maar we gaan niet nalaten de komende maanden, de mensen blijven daarvan in te lichten. We gaan dat ook in het parlement bestrijden. En wij hopen ook dat dat binnen de traditionele partijen, CD&V, VLD, SPA, dat men toch luisterbereid is, dat men naar de argumenten luistert en de zotste dingen er in elk geval uit voorkomt en tegenhoudt. Dat men minstens het parlement laat spreken, dat de parlementsleden hun zeg kunnen doen en kunnen bestrijden wat er nefast aan is. En dat is bijzonder veel. Ja. Het ziet er toch naar uit dat verkiezingen vermeden zullen worden op deze manier. Nu, er was eigenlijk ook geen alternatief, want de partijen rond de tafel doen het allemaal zeer slecht in de peilingen. Maar ook uw partij scoort niet bijzonder goed in die peilingen, dus eigenlijk kan u ook wel tevreden zijn. Ja, maar visie hangt niet samen met de tijdelijke peilingen. Dat hangt ervan af. Als het verkiezingen zouden zijn en die zouden staan in het teken van het voortbestaan van België, zouden wij wel eens marktleider kunnen worden. Want wij zijn de enige partij die daar een heel duidelijke visie over heeft, namelijk het opdoeken van de Belgische staat. En niet over 20 jaar, zoals men bij de N-VA zegt, maar zo snel mogelijk. Omdat precies om die verfransing en de vervreemding tegen te gaan, omdat binnen België een beleid in zaken immigratie en justitie eigenlijk niet meer mogelijk is, omdat in België in alles geblokkeerd is, tenzij Vlamingen een enorme toegevingen doen. En dus wij zouden geen schik hebben van verkiezingen. Maar het ligt niet aan ons, het ligt aan de partijen, die Vlaamse partijen, die de duimen leggen en die op zeer essentiële punten toegeven aan de Franstaligen. Ja, nu BAV is natuurlijk nog niet gesplitst, er is een deelakkoord. De financiering van heel dat deelakkoord, dat moet nog besproken worden, is natuurlijk ook wel een heikel punt. Hoeveel geld zal Brussel krijgen? Wel, ook daar is al duidelijk gezegd door Di Rupo en door Beken om hoeveel het moet gaan. En dat gaat om enorme sommen. Dat gaat om bedragen boven de 20 miljard oude franken, dus 500 miljoen euro. Dat is gigantisch veel en daar zullen de Vlamingen opnieuw zijn die dat moeten ophoesten. En de Vlaamse belastingbetaler zal uiteindelijk het gros moeten dragen. Men zegt altijd het akkoord of financiële overeenkomst mag niet leiden tot verarming van een van de gewesten. Maar Wallonië zal niet verarmen. Brussel het zal verrijken en het zal Vlaanderen zijn die uiteindelijk betaalt. En daar is men mee bezig. En wat zit er eigenlijk achter? In Brussel rekent men van de immigratie, het onderwijs zal de komende jaren zoveel extra kosten. Men zal zoveel nieuwe mensen moeten huisvesten. En bij gevolg moet er zoveel extra geld zijn. Maar dat betekent dat wij vanuit Vlaanderen onze eigen verfransingen en vervreemding gaan betalen. En er zijn andere oplossingen voor, namelijk een immigratiestop en een heel andere kijk op onderwijs in Brussel enzovoort. Maar het kan toch niet zijn dat wij
miljarden en miljarden gaan moeten oproesten om onze eigen ondergang te financieren. En bovendien, ik wil dat toch ook nog even meegeven, we hebben het gehad over de rand, maar de Brusselse Vlamingen zijn meer dan wie ook de pineut van dit verhaal, want die worden electoraal gewoon geliquideerd. Het is zo dat zij voor de Brusselse gewestverkiezingen worden de Vlaamse stemmen samengeteld, waardoor de Vlamingen op die manier toch een aantal zetels kunnen bekomen. Maar nu, voor de Kamerverkiezingen, zullen zij niet samengeteld worden, wat tot gevolg heeft dat geen enkele Vlaamse partij in Brussel nog een zetel, een kamerzetel, kan halen en dat Brussel alleen nog Franstalige kamerzetels zal tellen. En Vlaamse stemmen zullen niet meer nuttig zijn in Brussel. En daardoor verfrans Brussel en krijgen wij op die manier nog eens een verdere realisering van Wallo-Bruxelles, of Wallo-Brux, namelijk één groot francofoon Waals-Brussels gebied. En ook daarom zijn wij zo tegen wat hier nu bekokstoofd is. Ja, maar op Brussels niveau, op het gerechtelijk niveau, blijven de Vlamingen wel beschermd en blijven ze een zetels houden in het Brusselse parlement. Ja, maar je ziet tot wat dat geleid heeft. Hè. De laatste jaren is de vlucht van Nederlandstaligen alleen maar toegenomen. Zijn Vlamingen nauwelijks nog aan hun trek gekomen in zaken benoemingen in de gemeente? Taalwetten worden niet nageleefd. Wat wij in Brussel op dit moment meemaken, is dat er een aantal zeer zwakke Vlamingen bij de gratie van de Franstaligen mogen meebesturen. En zij worden daar echt behandeld als een minderheid die zeker hun taalrechten niet eens kunnen verdedigen. Als nu ook nog eens voor de Kamer de Brusselse Vlamingen niks meer mogen betekenen, is het in Brussel eigenlijk amen en uit. Dan gaat Brussel de facto een volkomen Franstalige stad worden. Ja, nog één puntje wat ik wil aanhalen. Er komen geen nationale verkozenen, er komt geen nationale kieskring, er komen geen 10 nationale senatoren. De Senaat wordt eigenlijk hervormd tot een ontmoetingspunt van de gemeenschappen. Mm-hmm. Kan dat uw goedkeuring wegdragen? Wel, uiteraard is het evident dat er geen nationale kieskring kon komen. Daar waren de andere Vlaamse partijen het ook niet mee eens. Waarom? Dat zou BHV in het groot zijn. Dan had je de Franstalige of Brusselse en Waalse politici die vanuit heel het land in heel Vlaanderen konden gaan stemmen rapen. Dat zou de zaak verergeren in plaats van verbeteren. Dus dat is logisch. Twee, wat de Senaat op zich betreft, dat die moet afgeschaft worden, dat hebben wij vorig jaar ook al bepleit. Die is totaal overbodig. Ik kan een beetje vergelijken. Ik kom uit de Kamer, ik ben gecoöpteerd in de Senaat. Die Senaat heeft geen enkele zin meer. Dus dat is een vooruitgang op zich. Maar ik heb heel veel vragen bij die cooptatieregeling die daar is voorzien. Die bedoeld is om Franstaligen vanuit Halle-Vilvoorde, buiten de faciliteiten nog, faciliteitengemeente, om die toch te coöpteren in de Senaat en op die manier toch extraterritoriale rechten te geven. Dus wij houden ons hart vast bij dat aspect van het verhaal. Maar dat de Senaat wegvalt zoals ze vandaag bestaat, daar ben ik het zeker mee eens. Ja. Als dit akkoord gerealiseerd wordt in zijn volledigheid, dan kunnen we toch veronderstellen dat de staatshervorming nog niet is afgerond, dat er nog volgende stappen zullen volgen. Wel, iedereen weet dat er de komende weken nog verder zal gepraat worden. Eén over de financiering, maar twee ook over de bevoegdheden. En tot nu toe is de nota di rupo één groot bric-à-brac die de ingewikkeldheid van de staatshervorming nog zal, of van de staat liever, nog verder zal doen toenemen. Dus wij hebben heel weinig vertrouwen en goede hoop in een goede afloop op dat vlak. Maar ik denk dat we de komende weken op dat vlak nog wel iets kunnen verwachten. Maar nog eens, wat op tafel ligt, is voor ons absoluut onvoldoende. Veel, veel minder dan wat men allemaal beloofd heeft en wat noodzakelijk is om Vlaanderen de eigen hefbomen te geven op economisch en sociaal vlak. En de transfers die zullen niet alleen blijven bestaan, die zullen nog toenemen. Dus wij gaan naar een versterking van de Belgische staat op kosten van de Vlaamse belastingbetaler, met daarbij ook nog eens de prijsgave van minstens een faciliteitengemeente. Dus over de hele lijn vinden we dit niet vast. En voor ons is het een zoveelste reden dat wij moeten voortijveren voor de ontbinding van de Belgische staat en voor een onafhankelijke Vlaamse staat. Ja, wij bakkeleien over die 6 faciliteitengemeenten. Op Europees vlak heerst er halve chaos en paniek over de euro. Griekenland staat op kapseizen, de banken staan terug onder druk. Ja, verzinken die 6 gemeenten dan niet in het niks tegenover de dreiging die vanuit die eurozone komt? Ja, maar zo kan men dit soort problemen altijd vooruitschuiven. Hè. Men heeft dat al tientallen jaren vooruitgeschoven tot op het moment het land helemaal geblokkeerd zat. Dit gaat over de essentie van het samenleven in dit land, namelijk respecteren we mekaars grondgebied of niet. En dan, zolang daar geen duidelijkheid over is, kunt je eigenlijk niet meer voort en meer en meer
begon ook aan de Franstalige kant de gedachte ingang te doen vinden van dit land valt uit elkaar en we gaan dit uit elkaar vallen ook voorbereiden. En aan de Franstalige kant is men dat aan het voorbereiden. Ik denk dat we daar hoe dan ook naartoe gaan en dat we dat dus ook vanuit Vlaamse kant moeten voorbereiden. En dat Vlaanderen veel beter gewapend is om die problemen, die financiële problemen aan te kunnen. En dat ook Wallonië op termijn er voordeel bij heeft dat men op eigen benen staat. Want nu, en het zijn niet alleen wij die dat zeggen, maar het is ook iemand als de Stex van de MR die dat gezegd heeft. Wallonië leeft aan een soort infuus. Zij krijgen het geld, maar zijn daardoor niet gestimuleerd om zelf orde op zaken te stellen. En zij blijven in een soort hangmat liggen. En wanneer men die transfers zou afbouwen en die schuld, als daar een akkoord zou over bestaan met Wallonië, zodat ze op eigen benen zouden staan. En daar kan over gepraat worden, over hoe dat wij dat mee zouden helpen vanuit Vlaanderen. Dan zouden ze ook binnen Europa veel sterker staan. Maar zoals het nu gaat, in België dat nog altijd met haken en ogen aan elkaar hangt, wij zullen altijd de zieke moeder van Europa, of het zieke kind liever van Europa blijven, omdat er geen echt eenvormig beleid mogelijk is. Als je ziet, we gaan binnenkort naar een regering met 8 partijen, alle mogelijke strekkingen bij elkaar. Daar is geen ernstig beleid mee te voeren. En wij denken dat we beter zo snel mogelijk dit land opdoeken om die reden. Ja, dat is mijn laatste vraag bijna overbodig. Als u dit akkoord moet een score geven van 0 tot 10? 0, min 1. Oké, bedankt voor uw analyse, Bart Laarmans. Ja.